denk dat ik ze zie. Kom. Daar zit ze. Hallo? Daar zijn ze. Ze zit dus in de studio. We gaan nu naar binnen. Hallo? Hoi, superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op Tina TV. En dit is niet zomaar een video, nee, dit is de Tina Awards overval video. Dit jaar worden de Tina Awards uitgereikt op 14 september en ook dit jaar is er weer superveel gestemd. Per categorie zijn er 3 finalisten door naar de finale. En vandaag reis ik het hele land door om een aantal van die finalisten te verrassen. Ze krijgen dan dit pakketje en als ze die openmaken dan springt er een verrassing uit waarop staat dat ze finalist zijn. Dus ik ben heel benieuwd, laten we gaan! Ik ben nu onderweg naar 2 meiden die al heel erg lang hartsvriendinnen zijn. Ze maken super grappige sketches op TikTok en zijn nu finalist in de categorie favoriete duo. Je weet wel over wie ik het heb, hè? Ik heb het over Maxime en Sophie. We gaan nu het kantoor in. Ik ben heel erg benieuwd. Kom maar mee. Oh, nou, volgens mij zitten we goed. Kijk maar. Allemaal Tina's van Maxime en Sophie. Nou, daar kunnen we niet miszitten. Let's go. Ik hoor ze, ik hoor ze. Daar zijn ze. Hallo? 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 Dag meiden. Wat is dit? Ik heb een verrassing voor jullie. Oh wat? Nee. Wat? Ja, maak maar open. Dit is ineens een hele andere verrassing. Wat? Hallo? Hallo. Oké. Wat zou dit zijn? Wat is dit? Ik vind het ook een beetje een eng doosje. Voor mij moet je daar trekken. Stop, gaat nu niet springen of zo, hè? Ik zeg niks. Gefeliciteerd, jullie zijn finalist in het categorie favoriete duo! Oh, wat leuk! Holy moly! Nou, wat willen jullie zeggen tegen jullie kijkers, sporten aan om nog een keer te gaan stemmen? Jongens, dank jullie wel dat jullie op ons hebben gestemd. Dit is echt heel erg. Ja, het is echt bizar, we hadden het oprecht niet verwacht. Super, super bedankt. En volgens mij moet er nog een laatste stemronde komen, toch? Ja, nog eentje, de finale. Dus, jongens, stem vooral! Stemmen! Succes! Ja, dit is even een probleempie, Annie. Ja, wie gaat dit opruimen? Dan weet je wat leuk is? Dit is jullie probleem! Ja, nice! Degene die ik nu ga overvallen is niet alleen genomineerd, maar samen met de gehele cast in de categorie Superserie. Het is een serie die zich afspeelt op een kamp waar wordt gezongen, gedanst, maar er is ook heel erg veel drama. Ik heb het dan natuurlijk over de eindmusical. Ik ben nu onderweg naar een van de actrices en ik ben heel benieuwd hoe zij gaat reageren. Ze zit hier om de hoek op een terras en ik ben echt heel erg benieuwd, dus let's go. Ik denk dat ik ze zie, kom. Hallo? Hallo? Wat? Hoe gaat het met jou? Goed. Ja, nou, ik heb een verrassing voor jou en de rest van de cast van de eindmusical. Oh, oké. Dus maak hem maar open. Hoera, de superserie. Gefeliciteerd, jullie zijn genomineerd in de categorie superserie. Oh, daar komt de rest. Gefeliciteerd. Ja, nu moet je dus alle kijkers, alle fans moeten gaan aansporen om op jullie te stemmen. De eindmusical is echt de beste serie die jullie ooit hebben gekeken. Dus stem allemaal op de eindmusical. Nou, succes met opruimen. Ja, dankjewel. Wij gaan weer door naar de volgende. Is goed. Hier, alsjeblieft. Ja, dankjewel. Doei. Doei. Kijk eens, mom. Tina. Oeh. En wat staat hier? Finalist, beste artiest! Ja hoor! Hoppa, eindelijk! Ik ben echt al 4 keer genomineerd en nog nooit finalist geweest! Yeah. Yes, wat leuk! Heel erg bedankt allemaal voor het stemmen. We hebben nog 1 kans om op mij te stemmen, dus doe dat vooral, want dan win ik eindelijk een keer Tina Award. Ik zou het fantastisch vinden. Doei! Ik ga nu een duo verrassen. Dit duo kan feesten als geen ander en ze kunnen ook heel goed zingen, dansen en acteren. Ze zijn finalist in de categorie favoriete duo. Ik heb het natuurlijk over Faye en Joey. En voor Faye is er ook nog een andere verrassing, want zij is namelijk ook finalist in de categorie online ster. Laten we ze video bellen. Hallo. Hallo. Als het goed is, hebben jullie een pakketje binnengekregen. Klopt dat? Ik denk het wel. Ik ben deze moeder. Ja, ik ben moeder. Tadaa!
Jullie hebben het pakketje. Ja, dat pakketje. Die mogen jullie gaan openmaken. Hoera, favoriete duo. Zijn we genomineerd? Gefeliciteerd! Jullie staan samen in de finale bij de Teen Awards in de categorie favoriete duo! Favoriete duo! En jullie denken, daar stopt het? Nee, daar stopt het niet. Want Fee, ik heb ook nog een verrassing voor jou. Als het goed is er nog een pakketje binnengekomen. Oké. Yes! Wat staat erop? Genomineerd voor Online Ster. Gefeliciteerd, Fee. Jij zit in de finale in de categorie Online Ster. Nou, willen jullie nog wat zeggen over favoriete duo en Online Ster? Roep de fans op om te gaan stemmen natuurlijk. Ja, 100%. Zeker. We moeten er nu ook echt winnen. Nu moeten we er winnen. We zijn genomineerd, nu moeten we er winnen. 100%. Heel veel plezier nog op vakantie. En dan zien we jullie bij de Teen Awards. Yes. Wat superleuk. De volgende finalist die ik ga verrassen is genomineerd in de categorie Grootste Acteertalent. Ze speelde mee in de Zomer van Zoë en in 2022 heeft ze die award al gewonnen. Vorig jaar mocht ik samen met haar de finalisten verrassen en dit jaar mag ik haar zelf gaan verrassen. Ik heb het natuurlijk over mijn sterrenteamvriendin Joya. Oké, ze zit dus in de studio. We gaan nu naar binnen. Hallo? Oh nee! Hallo? Nee, Aniek, stop vandaag! Hallo Joya! Nee. Ja, jij weet natuurlijk niet waar we er hier voor zijn. Nee, ik heb geen idee. Jij hebt geen idee. Kom hier, schat. Hij heeft een knuffel. Hi, jongens. Ik heb een verrassing voor jou. Oké. Maak maar open. Dankjewel. Wat is het dit keer? Het ontploft niet, toch? Of wel? Ik zeg niks. Okay. Ik zeg niks. Oh nee, het ontploft. Oh. Hoera, Groot Acteertalent! Lieve schat, je zit in de finale voor Grootste Acteertalent! Oh my god, heel leuk! Gefeliciteerd! Dankjewel! Oh, maar echt blij! Nu moet je natuurlijk al je fans nog gaan vragen om bij jou te stemmen. Dus, pak je moment! Oké, jongens, echt super bedankt voor het stemmen weer. Echt, lach naar jullie. Ik heb natuurlijk al een keertje gewonnen, maar dit is echt weer bizar dat jullie weer hebben gestemd. Echt super lief. Dus ik hoop dat jullie weer stemmen en dan hebben we een hele leuke dag weer op Tina Festival. Heel leuk. Succes met opruimen. Ja, thanks. De volgende finalisten bestaan uit een groepje van 2 jongens en 2 meiden. In 2022 deden ze mee met het Junior Song Festival en vorig jaar stonden ze ook in de finale in de categorie Beste Artiest. Je hebt 3 seconden om te raden wie het zijn. Inderdaad, Mixed Up. We gaan nu naar Noor en naar Lois, dus let's go. Hallo? Hallo? Nou, top als jullie er zijn. Ik heb namelijk een verrassing voor jullie en de rest van Mixed Up. Maak het maar open. Wow! Even kijken. Hoera, je bent nooit! Jullie staan in de finale in de categorie Beste Artiest! Dus gefeliciteerd! Oh, nu is het niet heel erg leuk om de jongens ook even te gaan bellen? Ja, ja dat is echt heel leuk. Zullen we dat doen? Ja. Jongens, we hebben leuk nieuws voor jullie. Verrassing! Hallo! Hey, we hebben heel erg leuk nieuws, want jullie zijn finalist in de categorie Beste Artiest! Leuk toch? Gefeliciteerd! Hey, maar nu... Nu moet je natuurlijk wel iedereen weer vragen om jullie te stemmen. Dus, wat willen jullie zeggen? Ja, allemaal op ons stemmen denk ik. Allemaal stemmen op Mixed Up. Ja. Allemaal stemmen en hopelijk winnen dit jaar de winst. Vorig jaar stonden we natuurlijk ook op het podium wel. Maar ze hadden niet gewonnen. Hè? Misschien zou dit heel cool zijn. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Yes, hey, vanuit Nederland, vanuit het buitenland. Ik zeg lekker stemmen. Ja, zeker. Helemaal mee eens. Ik sta nu op het punt om 2 presentatoren van het programma te overvallen. In het programma staat zingen en performen centraal. En vorig jaar stonden ze ook al in de finale in de categorie Superserie. Ik heb het natuurlijk over het Junior Song Festival. Stefania en Mathieu zitten nu op een terras. En wij gaan ze nu overvallen. Dus let's go! Ik zie ze al zitten. Daar zijn ze. Hallo! Hi! Hallo! Ik heb een verrassing voor jullie. Wil jullie even meekomen? Ja, tuurlijk! Ja? Kom maar mee! Wow, ik schrok me dood, hè! Ik heb hier een heel leuk cadeautje voor jullie. Het zit een heel mooi rood roze stukje omheen. Ja. Oh! Het
Wat is het? Hoera, super serie. En wie neemt de Tina Awards mee naar huis? Jij toch? Nou, ik hoop het. Gefeliciteerd! Jullie staan in de finale in de categorie super serie. Let's go. Dus nu moeten jullie natuurlijk wel al jullie fans even vragen om opnieuw te gaan stemmen. Ja. Wat willen jullie nog zeggen? Nou jongens, stem op het Junior Songfestival, toch? Ja. En waarom moeten ze dat doen, Stef? Omdat het Junior Songfestival altijd een feestje is. We brengen het feestje naar jou. Naar de Tina Awards. Dus stem op ons. De volgende finalist die ik ga overvallen zit in de categorie grootste acteertalent. Hij speelde in de eindmusical en zit in de boyband R.E.D. Ik heb het natuurlijk over Danny Jongeman. Ik ga hem nu even videobellen. Hallo? Hey. Hallo Danny. Hallo. Gaat het goed? Ja hoor, met jou? Ja, fantastisch. Ik heb heel erg leuk nieuws voor jou, want zet je schrap. Jij bent finalist bij de Tina Awards in de categorie Grootste Acteertalent. Yes. Ja, super leuk. Yes. Super leuk. Nou, wil je nog wat zeggen tegen je fans? Wil je ze nog? Je moet ze sowieso even vragen om nog een keer te stemmen. Wat gaat er nu doorheen? Heel erg bedankt iedereen voor het stemmen. En ik hoop dat ik hem natuurlijk win. En ja, waarom moet je op mij stemmen als Grootste Acteertalent? Nou, ik heb natuurlijk meegedaan aan de serie The iMusical. Maar naast dat heb ik ook heel veel andere dingen gedaan. Ik acteer al super lang in reclames, films. En ik vind het super leuk om te doen. Ja, heel veel plezier nog op vakantie. Yes, top. Dankjewel. Doei. De volgende finalist die we gaan overvallen is genomineerd in de categorie Online Ster. Ze heeft ruim 700.000 volgers op TikTok. En iedereen kan zich wel herkennen in haar hilarische video's. Ik heb het natuurlijk over Amber Dokter. Let's go! Daar zit ze. Hallo Amber. Hoi, wat is dit? Ik heb een verrassing voor jou. Dus kom maar lekker staan. Oké. Maak maar open. Oh jeetje, oké. Spannend, wat zou het zijn? Weet ik niet. Ik heb een vermoeden wat het kan zijn. Hoe zijn jullie binnengekomen? Via je vader, die heeft de poort open gedaan. Wacht, kijk. Oh. Ah! Oh my god. Ah! Nou, wat zit hierin? Mag ik jou feliciteren? Ah! Want je bent een finalist in de categorie Online Ster. Ah, wat superleuk! Roep ze op om te stemmen. Ten eerste, dank jullie wel voor het stemmen. Ik vind het super tof dat ik in de laatste drie zit. En stem nog een keer op mij, want dat zou ik leuk vinden. Dank je. Duidelijk. Succes, doei! Ja, dankjewel. Jullie gaan nu weer weg. Oké. Wauw, wat was het weer een superleuke dag met enorm veel blije reacties. Wil je nou weten wie er nog meer in die finale staan? Ga dan naar tina.nl/awards. En dan kan je ook meteen gaan stemmen, want de stembussen zijn vanaf nu weer open. Zet natuurlijk ook 14 september in je agenda, want dan worden de Tina Awards uitgereikt op het Tina Festival. En daar wil je bij zijn. De kaartjes kan je kopen op tinafestival.nl. En dan zie ik jullie snel weer. Bedankt voor het kijken, doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren op Tina TV. Tot snel!